COL eist loonsverhoging van 50%. De Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, de COL, heeft de eis van 50% loonsverhoging op tafel bij de regering gelegd. Ook wil ze incorporatie van de koopkrachtversterking van 3500 SRD in het loon. Dit zeggen COL-voorzitter Hugo Blanker en secretaris Hendrik Jamaluddin. De loonsverhoging moet per 1 juli 2024 ingaan. Op 24 mei 2024 en 11 juli 2024 is onderhandeld met het overlegsorgaan van de regering onder leiding van Maurits Hassan Khan, geeft Jamaluddin aan. Volgens Blanker wordt dit gebruikt als lokmiddel. Hij voegde toe dat als er koopkrachtversterking gegeven wordt, de prijzen stijgen in de winkels. In mei is de OO met een voorstel gekomen van 7% loonsverhoging per 1 juli 2024 en daarna weer 8% per 1 januari 2025. Op 11 juli kwamen ze met een nieuw voorstel van 10% per 1 juli 2024 en daarna 8% per 1 januari 2025. Nadat er ruimte is gevraagd om dit voorstel te bestuderen, stelde Jamaluddin, komt het erop neer dat we na de verhoging per augustus 2025 netto 10% vooruit zullen gaan, ten opzichte van juli 2024. Omgezet in geld is dat een verhoging tussen 700 SRD tot 1300 SRD voor lager, midden- en hoger kader. Blanker gaf aan verder geen persstilte te kennen in de onderhandelingen tussen de vakbeweging en de regering.